Hey, welkom in een nieuwe 2K-video. Vandaag heb ik nieuws over NBA 2K19. Wat veranderingen en aanpassingen voor het nieuwe spel. Een paar YouTubers zijn uitgenodigd in LA om 2K19 al eens uit te testen, samen met een paar echte NBA-spelers. Deze ervaringen zijn gebaseerd op een paar quick games tussen de LA Lakers en de Golden State Warriors, in een pre-built versie van NBA 2K19. Er kan dus nog veel veranderen tegen dat het echte spel uitkomt. Het eerste wat opviel waren de snatchbacks die niet meer gedaan kunnen worden. Deze worden normaal gezien gedaan met de rechter trigger en de rechter stick naar achter te duwen. Er waren ook geen zotte enkelbrekers meer te zien, wel kan je nog met wat realistische crossovers ruimte voor jezelf maken. In NBA 2K18 was het heel vaak het geval als je een bal wou stelen dat je hem buiten het veld tikte. In NBA 2K19 zal die bal ook veel meer binnen het spel blijven zodat je hem effectief kunt stelen. De rechts-links dribbles met de rechter trigger en de rechter stick zijn ook veel aangepakt. Ze zullen veel minder effectief zijn en zullen minder snel een open jumpshot kunnen mee gecreëerd worden. In deze pre-build kon LeBron James ook vaker scoren in de paint, zelfs met contact. In de voorgaande versies werden deze shots heel vaak gemist. Je kan het vergelijken met de shooter die heel vaak scoort met een hand in the face. De dunkers, ook wel slashers genoemd, zullen nu ook makkelijker te stoppen zijn. De stiff arm animatie zal minder effectief zijn, al zullen deze slashers nog wel contested layups kunnen scoren. Het verdedigen is ook heel hard aangepakt. Verdedigen wordt nu echt een kunst. Ben je een goede verdediger, zal de tegenstand flink zijn best mogen doen om ruimte te kunnen maken voor een shot. Of voor een open layup te kunnen maken. Kan je niet goed verdedigen, dan zullen spelers zoals LeBron James echt een nachtmerrie voor je zijn. De blow-by animatie is ook flink gereduceerd. Al zullen sterke, snelle spelers dit nog wel kunnen, maar niet zo gemakkelijk als in NBA 2K18. Dunkers zullen ook gecontest worden door de man die hem normaal gezien hoort te verdedigen. Momentum dribbles zijn nog steeds in het spel, ze zullen wel veel meer energie vragen van de speler, zodat je minder kunt spammen totdat je verdediger een foutje maakt. De shotmeter is nog steeds hetzelfde zoals in NBA 2K18, al is er ook een optie om het aan te passen zoals de shotmeter van NBA 2K17. Er zal nu ook duidelijk een shotmeter te zien zijn bij layups. Dit is voorlopig al het nieuws dat momenteel gelekt is door de YouTubers die daar aanwezig waren in LA. Zodra er nog meer nieuws is, laat ik het zeker weten op mijn YouTube kanaal. Zoals in het begin van de video gezegd, let wel op, dit nieuws is allemaal gebaseerd op een paar quick games tussen de LA Lakers en de Golden State Warriors in een pre-built versie van NBA 2K19. Vergeet zeker geen like onderaan deze video te geven en je mag ook altijd een reactie geven wat je van dit nieuws vindt. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal, dan mis je zeker geen volgend nieuws. Bedankt voor het kijken en ik zie je weer in de volgende video.